بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس برودرز اند سيسترز، ويلكم باي ديزا ليزن. زال ان شاء الله ترخت ام تهاب اوفر ديزا خروت اوندرورب اوندرورب وار بوك اوفر زين geschreven ان وار بين خروت gedeelte van de Koran over draait. En hetgene eigenlijk wat een van de asbab en redenen was waarbij de da'wa van de profeet sallam ook was geslaagd na de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Het gaat om al-akhlaq, oftewel karakter, eigenschappen en manieren die een moslim moet hebben. En vooral omdat we nu, ja, we zitten nu ongeveer dag 13 van de maand Ramadan. Ik denk dat velen van jullie het doel van het vaste weten. En dat is het behalen van taqwa, godsvrees, godsvrucht behalen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum assiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Het taqwa, dat is hetgene waar we naar toe streven. En wat we graag willen behalen tijdens deze maand. En dat is godsvrees. En godsvrees is het verrichten van de geboden, hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil, en het nalaten van de verboden zaak. En als je dit ten alle tijden verricht, dan behoor je bi'idhnillah tot de godsvruchtige. En dat is het doel wat je wil bereiken met het vast. En al-akhlaq, gedrag, is iets wat een band heeft met taqwa. Gedrag, manieren, bij velen, hoe je met mensen omgaat. In de islam heeft dat iets met taqwa te maken. Want middels die taqwa, godsvrucht wat je hebt, toon je het gedrag wat je hebt. En vele mensen hebben gedrag, goed gedrag. En dat tonen ze, maar niet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En wij als moslim zijnde, en als wij gedrag tonen, goed gedrag tonen, dan zoeken we daarin de tevredenheid van Allah azza wa jal. En zoeken we daarin de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En we zitten in een maand, zoals de geleerden dat noemen, school, waarin je jezelf kan testen en waarin je jezelf kan trainen op verschillende zaken. Voornamelijk gedrag. En gedrag heeft ook iets met het vaste. Zo zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam: "En je daagt ta'amahu wa sharaba." Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: degene die qawl az-zoor, het verrichten van het slechte door middel van roddelen, over mensen praten en het verspreiden van slecht nieuws, wil amala bihin, daarmee constant bezig zijn, dus middels mensen beschadigen en beledigen middels een ton, en daarbij dit niet laat tijdens het vasten, maar wel niet eet en niet drinkt en geen geslachtsgemeenschap heeft. Zo zegt de profeet sallam: Allah subhanahu wa ta'ala heeft niets aan zijn vast. Want het draait niet alleen maar om niet eten en niet drinken en niet hebben van geslachtsgemeenschap. Vasten is groter dan dat. En zo zie je dat ook de profeet sallallahu alaihi wasallam, als het gaat om het vasten, vaak taqwa naar voren haalt. Zo werd hem sallallahu alaihi wasallam gevraagd: wat is hetgene wat het zwaarst weegt in de weegschaal yawm al-qiyamah? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam: taqwa Allah, godsvrucht, wa husn al-khuluq, oftewel goede manieren. En een andere overlevering, vroegen de metgezellen de profeet sallallahu alaihi wasallam: wat is hetgene wat, waarmee de mensen het meest, yani, waarmee de mensen yani, het paradijs mee kunnen binnentreden? Toen noemde hij weer beide zaken: taqwa Allah wa husn al-khuluq. En zo zie je ook in de ayat van het vaste, in Surat al-Baqarah, waarbij Allah subhanahu wa ta'ala begint met vers: Ya ayyuhal ladhina amalu, oftewel o jullie die geloven, het vaste is jullie vastgesteld, zoals het vastgesteld is voor de vorige volkeren, voor jullie, la'allakum tattaqun, zodat jullie godsvrucht zullen bereiken. Zie je dat de bladzijde eindigt op la'allahum yarshudun, zodat zij rushd, leiden, zullen verkrijgen van Allah azza wa jal. En rushd hier betekent, bij de meeste geleerden, betekent rushd hier leiden in die zin van dat jij goed dient te handelen. Dus goede manieren. En subhanallah, zie het vaste. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala einde van de bladzijde: Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rushd is husn tasarruf. Dat je goed gedraagt, goede manieren hebt.
En gedrag is hetgene, een van de zaken waarmee de profeet sallam is gestuurd. Zo zei hij sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Oftewel, ik ben door Allah azza wa jal gestuurd slechts om de goede manieren te vervolmaken. Want hij sallallahu alayhi wa sallam was de laatste der boodschappers. En hij maakte datgene wat nog nodig was aan akhlaq, van waarmee de andere profeten ook zijn gekomen, maakte hij compleet. Sallallahu alayhi wa sallam. En zo zegt Allah azza wa jal over de profeet sallallahu alayhi wa sallam in surat al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-khuluq al-azim, oftewel, o jij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je bevindt je op een verheven karakter. Het karakter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was het beste der karakters. Het beste gedrag was die van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo zegt Ibn Abbas als hij deze ayah uitlegt, wa innaka la'ala khuluqin azim, zei hij, ay ala dinin azim. Het gedrag is niet alleen manieren praten en met mensen. Het is jouw gehele geloof. En zo zeggen andere geleerden dat gedrag, daaronder valt ook taqwa. Taqwa is een onderdeel van gedrag. Want taqwa is je gedrag jegens Allah Azza wa Jal. En al-khuluq, wat bij vele mensen bekend is, is het gedrag jegens jezelf en de mens. Zo zegt de profeet sallam in een van de overleveren in Arba'in Nawiyya, tegen een van de metgezellen, en hij adviseert hem daarin, zei hij, ittaqillaha haythu ma kunt. Oftewel, vrees Allah Azza wa Jal waar je maar bent. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, nadat jij een slechte daad hebt verricht, verricht daarna een goede daad. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, oftewel, ga met de mensen om met goed gedrag. En zoals we zeiden, de maand Ramadan is een maand waarin je dit gedrag eigenlijk naar voren wil halen. In het goede gedrag daarin, in dat je daarin jezelf wil trainen, zodat je uiteindelijk aan het einde van de Ramadan goed gedrag hebt en dat vervolgens in de rest van het jaar kan verrichten. Zo zegt de profeet sallam, er zijn sommige mensen tijdens het vasten die alleen maar vasten en alleen maar staan in hun gebed in de nacht. En wij vasten overdag en de meeste van ons die verrichten het nachtgebed tarawih in de moskee. Dus je bent in de avond ben je het nachtgebed aan het verrichten, overdag ben je aan het vasten. Zo zegt de profeet sallam, Rubba sa'imin, er zijn bepaalde mensen, Rubba sa'imin, hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Er zijn sommige mensen die middels het vaste wat ze verrichten, alleen zichzelf, alleen dorst hebben en honger. Klaar, dat is het. En hij zei daarna, Rubba qa'imin, hadduhu min qiyamihi al-sahar. En er zijn bepaalde mensen die staan in het gebed, maar enkel en alleen tot laat opblijven. Dat is het. Hij heeft geen, het zoetigheid van het vaste ervaart hij niet. Middels zijn akhlaq, middels het verrichten van de aanbidden, middels andere zaken. Zo zie je dat geloof, l'iman billah azza wa jal, ook enorm belangrijk is met betrekking tot gedrag. En heel veel broeders denken, manieren is iets wat je kan hebben en je kan daarop oefenen en dat is het. Heb je geloof niet, dan heeft dat ook effect op je gedrag. Is je geloof goed, dan zal dat ook effect hebben op je gedrag. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, l'akhlaq, gedrag, zijn mawahib, zijn zaken die Allah azza wa jal aan zijn dienaren geeft. In een andere uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals hij, Allah azza wa jal, de voorzieningen heeft verdeeld onder de mensen, heeft hij, Allah subhanahu wa ta'ala, ook de guluq, gedrag, verdeeld onder de mensen. En Allah subhanahu wa ta'ala haalt ook het geloven in de laatste dag en het geloven in Allah azza wa jal vaak met betrekking tot gedrag. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfa. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Je ziet het geloof in de laatste dag in Allah azza wa jal met betrekking tot dat je goed dient om te gaan met anderen, dat jij moet letten op wat je zegt. Dat jij goed dient te zijn voor je buren. En ga zo maar door. En Allah subhanahu wa ta'ala haalt het ook aan met betrekking tot het omschrijven van degene die niet gelooft in de laatste dag. Zo zegt Allah azza wa jal in surat al-Ma'un, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Wie is dat? Fadhalika alladhi yadu'u
yadu'u al-yatim. Degene die niet in de laatste dag gelooft, zegt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Ma'un, dat is degene die niet goed is, die niet goed is voor de wees. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Dus even samenvattend, taqwa, gedrag, hebben met elkaar te maken. Heb jij godsvrees jegens Allah Azza wa Jal, dan zal dat ook effect hebben op je gedrag. Geloof jij in Allah Azza wa Jal daadwerkelijk? En heb jij al-ikhlas in hetgene wat waarin je gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala, dan zal je dat ook zien in je gedrag. Want wanneer jij dan met mensen omgaat, ga je met hen om omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet omwille van het verkrijgen van iets. Je ziet vele mensen op de dag van vandaag, als ze met mensen omgaan, gaan ze met hen om omdat zij iets daarachter willen. Hij gaat met hem om, ja, dan hou ik hem als vriend. Hij gaat met hem om, zodat de relatie goed wordt. Relaties onderhouden is goed, zodat ik daar iets achter kan. Nee, je doet het omwille van Allah azza wa jal. Zo zegt de profeet, als men een prachtige overlevering. Men ahabba lillah, wa kariha lillah, wa mana'a lillah, wa a'ta lillah, faqad istakmala imanahu. Degene die houdt omwille van Allah azza wa jal. Haat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Geeft omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zich ontneemt omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze persoon heeft zijn geloof vervolmaakt. Zo werd de profeet sallallahu alaihi wasallam ook gevraagd met betrekking tot l'iman. Hij zei, akmalu nasi imanen. Degene die het meest vervolmaakte geloof hebben. Ahasinukum akhlaqa. Oftewel, degene die onder jullie het beste gedrag vertonen. Dus geloof in gedrag. Gedrag wordt omschreven door de geleerden als de zaken die je verricht jegens anderen. Zo zeggen de geleerden dat er drie categorieën zijn van gedrag. Gedrag jegens Allah Azza wa Jal, en gedrag jegens jezelf en gedrag jegens de mensen in het algemeen. Alvorens ik daarmee begin, heb je qua gedrag heb je twee soorten gedrag. Je hebt gedrag die iemand eigenlijk eigen heeft en aangeboren is met dat gedrag. Denk daaraan aan iemand die bijvoorbeeld uit zichzelf stil is, nadenkt over hetgene wat hij zegt, rustig is, niet te gehaast. Je hebt bepaalde mensen die niet zo snel boos worden en ga zo maar door. En je hebt bepaalde gedragingen, dus manieren, die moet je verkrijgen. En je moet test hebben. Dus we hebben jibiliya, hetgene wat iemand heeft. Maar dat kan ook zo zijn dat iemand dat niet heeft en dat hij dat ook moet verkrijgen. En uiteindelijk moeten we allemaal het beste gedrag hebben. Zo was er een van de metgezellen die gedrag heeft, bepaalde gedragspatronen heeft die goed waren, maar uit zichzelf. En dat was, was iemand van Bani Qais. In de tijd van de profeet, in zijn laatste momenten van zijn leven, kwam een groep mensen naar de profeet, die hem wouden zien en ook in de shahada wouden uitspreken na Fath Mekka, na de opening van Mekka. Toen deze mensen naar de profeet kwamen, ja, zie het voor je, als je nu bijvoorbeeld alleen naar Medina gaat en je wil de moskee van de profeet wil je bezoeken, je wil langs de graf van de profeet, dan ben je gehaast, wil je heel snel daar naartoe gaan. En zie je voor, deze groep komt naar de profeet, en die wil allemaal zo graag de profeet zien. Dus allen, nadat ze hun rijdier hebben, vanuit hun rijdier gingen uitstappen, gingen ze direct naar de profeet, behalve één persoon. Wat deed hij? Hij ging zijn kameel vastbinden, rustig, pakte hij zijn tas, kleedde zich om, parfumeerde en ging rustig naar de profeet sallam. Toen hij binnenkwam, was iedereen daar al. Toen zei de profeet sallam tegen die persoon, jij bezit twee eigenschappen, karaktereigenschappen, waarvan de profeet sallam, waarvan Allah in zijn boodschapper van houden. Hij fika khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Toen zei de profeet sallam, wat zijn die karaktereigenschappen? Toen zei hij, al-hilm wal-anaat. Al-hilm is het jezelf in bedwang houden bij woede. En dat je, ondanks dat je boos kan worden, hou je jezelf in bedwang. Dat noem je al-hilm. En al-anaat is niet haastig zijn. Rustig alles aanpakken. Rustig, probeer alles zo goed mogelijk te verrichten. Terwijl de anderen, hetgene wat de anderen hebben verricht, is begrijpelijk. Maar toch,
heeft de profeet Sassam deze twee karaktereigenschappen van deze persoon naar voren gehaald. Toen vroeg hij, zijn dit karaktereigenschappen die ik zelf, yani zelf door beoefenen en jihad heb verkregen? Of zijn het zaken die ik zo fitraten heb gekregen, jibiliën? Toen zei de profeet Sassam, nee, je hebt ze zo gekregen. Wat duidt op dat er bepaalde manieren zijn die iemand van zichzelf heeft. Dus het advies daarbij, heb je goede manieren, wat dien je dan daarbij te doen? Zet het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En niet denken van, ik ben zo. Nee, ik ben zo rustig. Nee, rustig is goed. Of niet haastig zijn is goed. Als je dat omzet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, krijg je daar ook voor de beloning. Het tweede zijn zaken die je verkrijgt door middel van oefenen. Zo zegt de profeet Sassam in een overlevering, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Oftewel, al-ilm niet, is het zo dat er iemand zomaar dokter is, zomaar een wetenschapper is, ja, dan dient hij dient daarop te oefenen, te studeren, zijn best te doen om dat uiteindelijk te gaan verkrijgen. En zo zegt de profeet Sassam, innama al-ilmu bit-ta'allum, middels kennis vergaren, al-ilm, is niet zomaar dat je kennis hebt. In al-ilmu bit-tahallum, bedwan houden, in jezelf bedwan houden en niet boos worden, dat verkrijg je niet zomaar. En sommigen zeggen, ja, deze heeft een kort lontje, deze wordt heel snel boos. Nee, hij dient zichzelf daarop te oefenen. En hij dient te kijken naar hoe de profeet Sassam zich heeft gedragen enzovoort. Alvorens we gaan naar de drie categorieën gedrag, dus tegenover Allah Azza wa Jal in, naar jezelf toe, en naar de mensen in het algemeen, dien je te weten dat jouw grootste voorbeeld daarin is de profeet Sassam. Kwam iemand en hij vroeg aan onze moeder Aisha radiallahu anha, hoe was het gedrag van de profeet sallam? Toen zei onze moeder Aisha radiallahu anha, aqara'at al-Qur'an, lees jij de Qur'an? Toen zei hij, na'am. Toen zei hij, fa'inna khuluqahu kana al-Qur'an. Oftewel, zijn gedrag was hetgene wat je in de Qur'an ziet aan gedrag, dat was het gedrag van de profeet sallam. In andere overlevering, kana Qur'an en yamshi bayna an-nas. Het was net alsof de profeet Sassam een Koran was, die een wandelende Koran onder de mens in zijn gedrag. Sallallahu alayhi wa sallam. En beginnen we met de eerste categorie, al-ghuluq, ma'a Allah azza wa jal. Als het gaat om al-ghuluq ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, zoals ook Sheikh al-Uthaymin rahimahullah dat definieert, dat heeft betrekking op de volgende woorden die we vaak uitspreken. Ik denk dat iedereen van jullie wel de dua kent. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasula. Raditu billahi rabba is dat jij zegt, ik ben tevreden, Allah azza wa jal als mijn heer. Dat toont jouw gedrag jegens Allah azza wa jal. Dat zegt hij, rahimahullah. Hij zegt, je bent tevreden met de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. In hetgene wat hij vastgesteld heeft aan akdar. En daarin ondervind je je rust en ervaar je niet bij bepaalde zaken die jou overkomen, droevigheid of wat dan ook. Je bent tevreden ten alle tijden met datgene wat jou overkomt. Geduldig bij beproevingen en zaken die slecht zijn in jou overkomen. Je bent ten alle tijden, ben je geduldig. En hij zegt vervolgens, en dan hetgene wat je uitspreekt, raditu billahi rabba, toon je ook in daden, in uitspraken, in alles. Dat is je gedrag jegens Allah azza wa jal. En je erkent in daden dus dat jij tevreden bent met Allah Azza wa Jal als Heer in alles. Overgave aan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala, middels een hart die tevreden heeft in rust ervaart, in een ziel die overgave toont naar Allah Azza wa Jal. Dit waren zijn woorden, rahimallah. In het gedrag jegens jezelf, wij kennen vaak gedrag tegenover de mensen, dat wordt ook een onderdeel van de lezing. Gedrag tegenover jezelf is, zoals de geleerden zeggen, is dat je je nefs, je ziel, alleen je bent niet ten alle tijden met de mens. Je bent ook een keer alleen. Dan ga je zeggen, ja, ik ben alleen. Ik vrees Allah Azza wa Jal in alles wat ik doe. Ten alle tijden, in mijn uitspraken, in alles. Ja, wat is dan mijn nefs, mijn ziel, haar recht geven in de vorm van gedrag? Als volgt. Wanneer je je ziel goed wil gedragen tegenover je ziel, is dat je haar vermaant. Op het moment dat het vermaand dient te worden. Wanneer je merkt dat je ziel, dat je hart, hard is aan het worden, vermaan je jezelf op het juiste moment. Dat is gedrag tegenover je ziel. Daarnaast reflecteer je op het moment wanneer het nodig is. Muhasabat nafs. Dat is enorm belangrijk voor je ziel. Wanneer je op het moment weet dat jij iets slechts hebt gedaan
in jij om vergeving dient te vragen, reflecteer je daarop, zodat je dan niet meer gaat verrichten. Je probeert je nefs constant te houden met het gedenken van Allah Azza wa Jal. Alleen je nefs is zwak. Daarnaast, het reinigen van je hart van al datgene wat slecht is. Dat heeft uiteindelijk effect op wat? Op je gedrag tegenover de mens. Kijk hoeveel mensen andere mensen haten. Kijk hoeveel mensen wrok hebben tegenover anderen. Haat, de manier van roddelen in allerlei zaken. Hasad, jaloezie. Alles toont omdat het hart van die persoon niet rein is. Dus reinig constant je hart. En probeer de woorden van de profeet Sallam, de dua van de profeet Sallam, constant te herhalen. Ya muqallib al qulub, ya musarrif al qulub, sarrif qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala dinik. Oftewel, o verdraaier van de harten. Want jij gelooft erin dat het hart wat jij hebt, dat hart van Allah subhanahu wa ta'ala is. En hij verdraait het op welke manier hij wil, subhanahu wa ta'ala. En ik vraag dat Allah azza wa jal je hart verdraait op het goede. Ala dinihi, op het geloof. Dus jij bent daar constant mee bezig. Daarnaast, als het gaat om je nefs, probeer je je nefs haar recht te geven met betrekking tot slaap, met betrekking tot goed eten, met betrekking tot de tijd geven die het nodig heeft. Als het gaat om kleding, als het gaat om andere zaken die allemaal nodig zijn, zodat jij als je lichaam, je ziel goed eruit ziet. Maar nogmaals, het belangrijkste is het innerlijke voor het uiterlijke. En vaak denken wij aan het uiterlijke, dat wij er goed uitzien naast de mensen, naast iedereen. Je merkt bepaalde mensen, bijvoorbeeld nu tijdens de Ramadan, je gaat tarawih binnen, je hebt een broeder of heb je ergens gezien, mashallah, hij ziet er goed uit. En als hij de moskee binnenkomt, komt hij bijvoorbeeld met kleding, ja, lijkt net alsof die een soort trainingspak binnenkomt, een pyjama binnenkomt en ziet er niet uit, dan denk je van subhanallah, je kleding tegenover Allah azawajal is nog belangrijker dan je kleding tegenover de mensen. Zo ook je innerlijk is enorm belangrijk. Dat heeft meer invloed op jezelf dan het kleding wat je uiteindelijk draagt. En we willen er allemaal goed uitzien tegenover de mensen en vergeten hoe we eruit moeten zien tegenover Allah Azza wa Jal in het gebed, maar ook middels ons hart. Daarnaast, wat ook belangrijk is, tegenover je ziel, yani het gedrag, is dat jij dat je lichaam hetgene laat nuttigen alleen wat halal is en niet wat haram is. Zo zegt de profeet Sallam, kullu mali nabata minhu suht van naru awla bihi. Kullu lahmi nabata minhu suht. Oftewel, iedere gedeelte van je lichaam wat gegroeid is uit het haram, haram geld, haram kleding, haram eten enzovoort. Het helvuur is daarvoor de bestemplaats, bestemming. En dat is heel gevaarlijk. En hetgene wat je eet, hetgene wat je... En waarom noemen de geleerden dit, het gedrag tegenover je ziel? Omdat het enorm belangrijk is. Jouw gedrag tegenover je ziel heeft invloed ook op je aanbidden. Heeft invloed ook op je gedrag tegenover Allah Azza wa Jal. Heeft ook invloed op je gedrag tegenover de anderen. Als jij niet goed slaapt, niet goed rust neemt, als jij binnenkomt, ben je niet een persoon die glimlacht? Ben je niet een persoon die geduld heeft? En ben je snel boos omdat je te weinig hebt geslapen? En ga maar zo door. Ook het feit van als jij uit het haram leeft, dan heeft dat uiteindelijk ook op het baraka in je aanbiddingen, yani de zegeningen verkrijg je niet meer van Allah Azza wa Jal. Ook op heel veel andere zaken die betrekking hebben op het, yani jouw geloof als moslim zijnde. Dan gaan we over naar het gedrag naar de mensen. Het gedrag naar de mensen, dat samenvattend, Hassan al-Basr, rahimallah, hij noemt het als volgt. Hij zegt, haqiqatu husnul khuliqi amam an-nas. Oftewel, het daadwerkelijke goed gedrag jegens de mensen is bedlul ma'roof. Bedlul ma'roof is het goede voor de mensen ten alle tijden proberen te verrichten. Als dat maar onder de tevredenheid van Allah Azza wa Jal valt. El bedl van ma'roof, zegt hij, en zegt, wa kaful adha. Kaful adha is dat jij mensen niet beschadigt. Beschadigd met nieuws, beschadigd middels je tong, beschadigd middels andere zaken. Je probeert altijd ver te blijven van het schaden van mensen. Je probeert alleen mensen te baten in datgene wat ze nodig hebben, in hetgene wat Allah Azza wa Jal tevreden maakt. En hij zegt vervolgens, watalaqatul wajh. Oftewel tevreden zijn, yani glimlachend in dat je er goed uitziet, waardoor de mensen, wanneer de mensen naar jou kijken, constant yani glimlachen en niet een persoon zien die constant yani boos is en er niet uitziet. En wanneer hij kijkt hij constant droevig enzovoort. Nee, je dient altijd glimlachend. Kijk alleen naar de profeet Sallam.
زوزخت هاي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق أتسن أتسن أن صدق أن خو يعني أن تخين فتش فرخت أن خليم لخ ييخن سي برودر إسألو بزخن خود دات إن البروفيت صلى الله عليه وسلم زوزخ دمت خزلا الزهم ومسخرايفة مت بتركن تود زين خزخت إن هو هاي كيك زايد زد البروفيت صلى الله عليه وسلم كيك تن ألا تايدا فرولك إن خليم لخنت En als hij een keer boos was, dan was dat enkel en alleen omdat er een van de hurumat van Allah Azza wa Jal werd overtreden. Omdat een van de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala werd overtreden. Of tijdens een khutba, als hij een khutba gaf. En hij werd nog nooit boos om voor zichzelf, maar enkel en alleen voor dien, voor Allah Azza wa Jal. Zo dien je ook te zijn. Je merkt vaak als wij bijvoorbeeld bepaalde gezichtspatronen tonen, boos, tonen dat wij bijvoorbeeld wellicht woedend bent op iemand anders. Dan de meeste van ons, wanneer ze dat tonen, tonen ze dat omdat ze iets willen terughalen. Yani, voor zichzelf en niet omwille van dien, omwille van Allah Azza wa Jal. Want als jij omwille van de mensen omgaat en jij weet van ik ga omwille van met deze persoon, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij boos gemaakt, je houdt je in. En je probeert daarin yani, het juiste te verrichten. Dan gaan we inshallah naar de categorieën. Het omgaan met de mensen in het algemeen. Het omgaan met de mensen in het algemeen heeft verschillende categorieën bij de geleerden. Dus je hebt sommige die meer vooraan hebben dan anderen. Zo zegt Allah Azza wa Jal in Surat al-Baqarah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ Nadat Allah Azza wa Jal aangeeft dat hetgene waarmee hij yani de profeet heeft gestuurd van Bani Israël, dat zij de mensen erop moeten attenderen, dat zij in Allah Azza wa Jal moeten geloven, noemt hij daarna al-Khuluq. Allah subhanahu wa ta'ala noemt daarna de gradaties van al-Khuluq, wie het meest vooraan heeft op de ander. Daarna zegt Allah Azza wa Jal, لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Omgaan jegens je ouders staat op nummer 1. Daarna zegt hij, Allah Azza wa Jal, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى Je naaste, je verwant. Die hebben de meest vooraan op je goed gedrag. Daarna, وَذِي الْقُرْبَى En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْيَتَامَى Wees heeft meer vooraan dan een andere die bijvoorbeeld geen wees is. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ Nadat hij deze vier groepen heeft genoemd, dan denk je, waar is de rest van de mensen? De masakin, de armen zijn genoemd. De al-qurba zijn genoemd, de ouders. Al-yatama. Waar is de rest van de mensen? Die noemt Allah Azza wa Jal als volgt. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا Kijk, subhanallah, en degene die een beetje onder jullie yani Arabisch beheersen, je hebt een verschil onder al-hasan en al-ihsan. Al-ihsan is een groot, hogere gradatie in omgaan dan al-hasan. Al-hasan is een niveau lager. Al-ihsan is... uitmuntend. Dus tegenover je ouders, tegenover de al-qurba, tegenover de yatama, tegenover de miskien, verricht je uitmuntend gedrag. Let je op de details in gedrag. Terwijl de rest, waqulu linnasi husna, verricht het goede tegenover de rest. Dat betekent niet van, ik moet de rest verwaarlozen. Nee, daar toon je ook goed gedrag tegen. Of het nou een moslim is of niet-moslim is. Een moslim heeft meer vooraan, heeft meer rechten dan een niet-moslim. Maar wat hier Allah Azza wa Jal aangeeft, is dat degene met wie je constant bent, en vooral je ouders, en daarna de al-qurba, daarna al-yatama, al-miskin, waarom deze twee voornamelijk? Omdat zij de tweede enorm veel aandacht nodig hebben. Gaan we eerst naar gedrag naar je ouders. Gedrag naar je ouders, zo kwam, werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam gevraagd, أحب الأعمال إلى الله, de meest geliefde daden bij Allah Azza wa Jal, toen zei hij sallallahu alayhi wa sallam, As-salatu li waqtiha. Het gebed op tijd verricht. Toen zeiden de metgezellen, en wat daarna? Toen zei de profeet, Birrul walidain. Goed zijn jegens je ouders. En het salah is je gedrag tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En het andere is je gedrag tegenover je ouders. En deze twee, het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala en daarna gelijk het goed zijn jegens je ouders, komt vaak voor in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا We hebben net een ayah ook gehad. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا dus het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala komt vaak na het goed zijn jegens je ouders wat duidt op dat dit enorm belangrijk is het goed zijn voor je ouders en heel veel mensen op de dag van vandaag
Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal leiden naar het goede gedrag. Die zijn heel slecht tegen zijn ouders. De manier van praten, in de manier van hoe ze met hen omgaan. In de manier van het niet luisteren. In de manier van het niet verrichten van zaken die de ouders van hun willen. En ga maar zo door. Birrul walidain. Het gehoorzamen van je ouders dien je als volgt. Wij gehoorzamen onze ouders. Wij zijn nederig tegenover onze ouders. Wij, voor degene wie onder bepaalde culturen, wij ook Marokkanen, we kussen de hand van onze ouders, sommigen de hoofd. Hè? En sommigen zelfs, bepaalde culturen, dat men zelfs de voeten van zijn ouders kust. Goed gedrag. Is niets op tegen. Het gedrag wat wij hier in deze westerse wereld kennen. Iemand wanneer hij bijvoorbeeld ziet dat je ouders de hand kust of hoofd is, wat ben je aan het doen? Sommigen doen alleen maar dit of een hand geven ze niet eens. Dat merk je dat je wanneer je leeft in een westerse wereld, en dat is het gevaar daarvan in is dat je bepaalde gedragingen meeneemt zonder dat je het doorhebt. En dat als normaal ziet, terwijl dat eigenlijk niets heeft te maken met het dien. Dat is het gevaar. Wanneer je met mensen omgaat, kan je zomaar bepaalde gedragingen nemen zonder dat je het doorhebt. En dat is gevaarlijk. Dus let daarop en kijk naar hoe de profeet s.a.w. was in zijn gedrag. En hoe de metgezellen in het algemeen waren jegens zijn ouders. Wij gehoorzamen onze ouders in het goede en we zijn gul tegen hen. We verheffen onze stemmen niet in hun aanwezigheid. Wij zeggen zelfs oef zeggen we niet eens. Het afsnauwen van je ouders die niet eens te doen. Laat staan nog andere zaken daarna. En daarnaast ben je niet brutaal. En ben je netjes tegenover je ouders. Wanneer ze niet moslim zijn, verkondig je hen de islam. Zodat zij moslim kunnen worden. Je bent te alle tijden ben je tevreden over hen. En laat je het ook zien. Je wordt niet boos op hen. Wanneer zij je hulp nodig hebben, bied je de hand zodat je hen kan helpen. Van tijd tot tijd voor degene die niet meer bij hun ouders. Je bezoekt ze, je gaat naar hen toe, je vraagt om hen, je bent vrijgeef. En ga zo maar door. Maar het belangrijkste bij omgaan met je ouders, en dat maken we tegenwoordig zelden mee. Als jij ouders hebt die moslim zijn. Je hebt bepaalde ouders die het kan zo zijn dat ze jou iets van jou vragen wat niet mag van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat komt zelden voor. Zouden ze jou iets vragen wat niet van Allah subhanahu wa ta'ala mag, dan ben jij, dan heb je het recht om dat niet te verrichten. Dan heb je het recht om dat niet te verrichten. Maar ik wil echt hier een punt van maken. Heel veel broeders begrijpen dit verkeerd. En heel veel broeders denken, ik ga met mijn ouders om. Mijn vader zegt, nee, je moet dat verrichten. Maar het kan zo zijn dat je vader jou erop attendeert zelfs om te liegen. Om iets slechts te verrichten. Maar hoe ga je ermee om? Nee, ik ga niet liegen of je gaat schreeuwen of wat dan ook. Nu toon je gedrag het slechte met het slechte. Jouw vader of moeder doet iets slechts bijvoorbeeld wat niet mag. Wat toon jij? Je toont ook het slechte. Je bestrijdt het slechte met het slechte. Terwijl we eigenlijk het slechte met het goede moeten bestrijden. Je dient geduldig te zijn, uitleggen, netjes zijn in je manieren. En bij hoeveel ouders hebben we dat meegemaakt, waarbij toch de ouders hebben geluisterd uiteindelijk naar hun kinderen. En uiteindelijk het goede hebben verricht. Wil jij dat je ouders het slechte verrichten? Als jij echt daadwerkelijk houdt van je ouders en je weet dat ze tevreden over jou moeten zijn en de tevredenheid van je ouders zit in de tevredenheid van Allah Azza wa Jalla en je weet dat, dan probeer je ten alle tijde je ouders, wanneer zij iets slechts verrichten of jou erop willen dat jij iets slechts verricht, probeer je ten alle tijde je best te doen zodat ze uiteindelijk ook het goede gaan verrichten. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, zoals de profeet Sassam zegt. Niemand van jullie gelooft daadwerkelijk of heeft de complete iman totdat hij hetgene wat hij voor zichzelf gunt en wilt, dat hij dat ook voor zijn medebroeder en zuster wilt. Het gaat hier om een normale broeder en zuster, laat staan nog je ouders. Hetgene wat je voor jezelf wil, Jannah en de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala en de beloning, wil je ook voor je ouders. Dus hoe ga je dat bestrijden met het slechte? Dat dien je niet te doen. En zo kom bepaalde broeders en zeggen, Allah, die homen zijn dwalend, zijn dat. Kun je dat zeggen over je ouders? Die ouders, het minste wat ze moeten hebben. Kijk, alleen Ibrahim alayhi salam, die een voorbeeld daarin was. Toen zijn vader hem zelfs had verraden bij de mushrikien. En uiteindelijk dat de reden was waardoor Ibrahim werd gegooid in het vuur. En uiteindelijk, nadat hij ging reizen en wegging, vroeg hij alsnog dua voor zijn vader. En uiteindelijk zei hij,
zei Allah azawajal dat hij de dua niet meer mocht verrichten. Maar wat duidt op dat Ibrahim alayhi salam ten alle tijde goed gedrag toonde tegenover zijn vader. Ondanks wat hij heeft gedaan. En nu merk je op de dag van vandaag dat mensen bepaalde zaken alleen maar ervaren van hun ouders. En gelijk een bom valt. En bepaalde zaken, mensen weggaan van hun ouders. Niet meer bij hun zijn, niet meer bezoeken. En dat is heel slecht. Het kan zo zijn dat je ouders tekortschieten in je opvoeding, tekortschieten in het verzorgen van jou, tekortschieten in heel veel zaken. En wij zijn mensen. Maar het tonen van dat wanneer zij tekortschieten, dat jij dan ook weer tekortschiet in hun, dat is niet goed. Dus gedrag jegens je ouders. En wij weten dat er twee deuren van het paradijs, poorten van het paradijs, speciaal voor de ouders zijn. Speciaal voor de ouders. Hoe kan je dan jezelf dat ontnemen? Daarna vervolgens, wadhi al-qurba, je verwanten. En de meest belangrijkste daaronder is je gezin. Je vrouw en kinderen. Zo zegt de profeet, sallam, ghiyarukum li ahlihi. Oftewel, de beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun gezinnen. Wa ana ghayrukum li ahli. En ik ben het beste voor mijn gezin. Onder jullie ben ik het beste voor mijn gezin. Dus willen wij in de voetsporen treden van de profeet, dan dienen we te kijken hoe was de profeet met zijn kinderen, hoe was de profeet met zijn vrouwen. En met betrekking tot goed zijn jegens je gezin, betekent dat je de rechten geeft aan je vrouw, rechten geeft aan je kinderen. Dat die vrouw weer haar recht geeft, de rechten geeft aan haar man. Positief zijn jegens elkaar, de tijd goed met elkaar doorbrengen. Als het gaat om de sfeer, in begrip, in vertrouwen. Als het gaat om kennis vergaren onderling. Zodat jullie samen, bi'idnillah, nadat Allah subhanahu wa ta'ala jullie voor elkaar heeft gekozen in dunya. Zodat jullie elkaar ook zullen treffen in al-akhira. Kennis vergaren, aanbidden, elkaar op attenderen, nasiha. En ga zo maar door. Het goed gedrag tonen ook jegens elkaar in die zin van respect hebben. Respect hebben tegenover elkaar, de aandacht geven aan elkaar. En subhanallah, je merkt op de dag van vandaag, en alhamdulillah, we hebben islam, en het geloof is compleet, waarmee de profeet sallam is gekomen. En het gedrag van de profeet sallam was de Koran. En als je kijkt, subhanallah, we bezitten, als het gaat om wet, om kennis, hetgene wat niemand anders heeft, alleen wij bezitten de islam. We hebben de manieren van islam, we weten hoe we moeten omgaan met onze vrouwen, kinderen enzovoort. En dan merk je toch bijvoorbeeld in een land als Nederland, meeste talak is onder de moslims. Scheidingen onder de moslims. Meeste bijvoorbeeld waarbij vrouwen worden geslagen of kinderen is onder de moslims. Terwijl dat eigenlijk niet hoort bij een moslim. En hij zelf, en dan komt bijvoorbeeld een niet-moslim die hem uiteindelijk de les leert van dat niet mag, terwijl dat eigenlijk alleen zijn geloof niet mag. Terwijl eigenlijk wederzijds respect tegenover elkaar in gedrag, in een begrip enzovoort, dient ten alle tijde aanwezig te zijn. Ook het feit, wanneer je omgaat met elkaar, dien je geduldig daarin te zijn. Het kan zo zijn dat iemand een keer zijn stem verheft, dien jij geduldig te zijn en die stem ook niet verheft. En hoeveel moslims op dag van vandaag gezinnen zijn uit elkaar om de meest nutteloze zaak. Nou, ze geeft mij recht niet, zij is boos, die is boos. En soms om bepaalde zaken die helemaal niet belangrijk zijn. En het belangrijkste daarin is wanneer jij trouwt, dat je weet, dat je bepaalde zaken weet voordat je het huwelijksbootje intreedt. En velen denken trouwen. En dan hou ik me af van het slechte, zinnen. En ze vergeten de rechten. Ze vergeten bepaalde zaken die enorm daarin belangrijk is. Zo zeggen sommige geleerden. Degene die rushd niet heeft, husn tasarruf niet heeft voor het huwelijk, zal het ook niet kennen tijdens het huwelijk. Je merkt bepaalde broeders die komen net, beginnen net te praktiseren. En in hun manieren, in hun gedrag, zie je roddelen, worden snel boos, ze kunnen niet goed omgaan met anderen enzovoort. En dan begint hij gelijk aan trouwen en dan op een gegeven moment komt hij in een hele andere wereld. En na een jaar, half jaar is hij gescheiden. En dat is kwalijk. Men is stata'a minkum, zegt de profeet sallam. Verliet de zowij. Kan je het aan, ga trouwen. Kan je het niet aan, trouw dan niet. Betekent niet van dat je niet snel moet gaan trouwen wanneer het nodig is. Nee, trouw. Maar weet dat er wel bepaalde zaken daarin belangrijk is. Zijn.
Daarnaast, als het gaat om gedrag jegens je kinderen en dat je het goed gedrag toont, is dat je de kinderen ook bepaalde zaken aanleert die enorm belangrijk is. Kijk alleen naar Luqman al-Hakim, dat is op zich een hele lezing, misschien voor een andere keer, waarin hij zijn kind adviseert op bepaalde zaken in Surat Luqman. Prachtig advies, om daarin eigenlijk te tonen van, zodat het kind het goed gedrag kan tonen. Zo dient ook dienen de ouders geduldig te zijn tegenover de kinderen, hun rechten te geven die ze nodig hebben en waarop ze recht hebben. En daarnaast, het meest belangrijkste met betrekking tot opvoeding van het kind, is dat er bepaalde zaken met betrekking tot gedrag altijd heel snel naar voren komen. Of het nou gaat om oprechtheid, of het nou gaat om waarachtig zijn, sidq. Sidq in al-qawl, in al-amal, dat jij oprecht bent en waarachtig bent in je daden, in je uitspraken. En daarnaast dat jij niet een persoon bent die liegt, dus tegenovergestelde. En daarnaast ook dat je een amin bent, een persoon bent die mensen kunnen vertrouwen. Zo merk je dat deze twee zaken ook bij de profeet Sallam naar voren kwamen. Hij werd ook in de tijd, voordat de profeet Sallam een boodschapper werd hij as-sadiqu al-amin genoemd. Sadiq, waarachtig, in daad, in uitspraak. En daarnaast al-amin, een persoon die iedereen kon vertrouwen. Iedereen kon vertrouwen. En een kort verhaal met betrekking tot dit punt is bijvoorbeeld Ka'b ibn Malik, het verhaal van Ka'b ibn Malik. Het is een lang verhaal, maar ik houd het kort. In de tijd van de profeet Sassam, toen de metgezellen met de profeet Sassam naar al-Ghazwa gingen, een van de slagvelden van Tabuk. Waren bepaalde metgezellen, meestal degenen die achterbleven en niet meegingen waren, of hypocrieten, of mensen die ziek waren en geldige redenen hadden. Maar waren soms ook mensen die achterbleven, die eigenlijk geen geldige redenen hadden. Waaronder Ka'b ibn Malik, een van de metgezellen. En hij zei, ik stel dat constant uit om dat te verrichten. Zoals ook wij vaak op de dag van vandaag. We willen soms het goede verrichten, stellen we uit. Soms je ouders roepen jou om iets te verrichten, je stelt het uit. Totdat het te laat is. En heel veel zaken. En uiteindelijk toen begon hij uit te stellen. Toen was het te laat. Kon hij niet meer achter de profeet Sassam gaan. En deze ghazwa duurde ongeveer 3 maanden. Toen kwam de profeet Sassam in tot de sunnah van de profeet Sassam behoorde. Als hij terugkwam van zijn reis, ging hij eerst naar de moskee. Dus toen hij in de moskee zat, riep hij de mensen die niet meegingen, riep hij. Eén voor één, die kwamen naar de profeet Sassam en die noemden hun redenen. En waaronder Ka'b ibn Malik, die ging naar de profeet Sassam. En hij zag iedereen, hij zei, ik zag iedereen voor mij. In deze hadith best wel een heel lang hadith, Sahih al-Bukhari. Prachtig verhaal. Waarin hij zei dat hij bepaalde mensen voor zich zag, die ieder hun zijn reden zei, waarom hij niet meeging. Hij zei, ik zag ook bepaalde mensen die gewoon loog. En hij zei, ik kwam tot mijzelf in mijn hart, en dat is waar het om gaat. Ja, niet de taqwa ervaren, en dan uiteindelijk komt het op neer dat je dat toont in gedrag. Dus je hebt je iman, vrees voor Allah azawajal ten aan het tijden, in je uitspraken, gedrag, in je ahwal. Vervolgens toon je dat in je gedrag tegenover de mens. Toen zei de profeet Sassam, maghallafak, waarom ben je niet meegegaan? Toen zei hij, ik heb eigenlijk geen reden. Hij zei, ik wist dat bij de profeet Sassam niets voor mij een uitweg zal zijn dan de waarheid te vertellen. Hij vertelde de waarheid. Hij wist de consequenties van de waarheid. Hij wist de profeet Sassam kan boos worden, de metgezellen kunnen boos worden. Zo ook, soms worden wij ook op de dag van vandaag ook getest op onze sidq. Dat wij de waarheid spreken. Zoals kleine kinderen die bijvoorbeeld niet durven de waarheid spreken omdat ze consequenties, dit wordt mij ontnomen, ik krijg straf. Of andere mensen om je heen. Bijvoorbeeld dat iemand niet durft te zeggen, ja, ik heb me verslapen. Of dan gaat hij liegen tegenover zijn werk, waardoor hij uiteindelijk toch eronder uitkomt. Je komt eronder uit in dunya in dan, in al-akhira. En ze vertellen dat de profeet Sassanem, Aisha radiallahu anha, ze vertelt dat de profeet Sassanem, wanneer iemand loog, enorm woedend werd. En hij werd pas gekalmeerd, sallallahu alayhi wa sallam, als die persoon berouw toonde van hetgene wat hij had verricht. Wat duidt op liegen is kwalijk. Zo zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, la yakdhibu al-mu'min, oftewel een daadwerkelijk gelovige liegt niet. Ligt niet. Dus het liegen behoort niet tot de symptomen van de gelovige. Dus we gaan verder met het verhaal. Toen zei hij, ik heb het verhaal, ik heb uiteindelijk de waarheid verteld. Toen zei de profeet Sassam tegen de metgezel, emme hadha faqad sadaq. Hij heeft de waarheid verteld. Ga maar. Totdat Allah Azza wa Jal
Yani, laat zien wat voor straf of wat voor boetedoening hij zal krijgen. En hij kreeg bepaalde, de consequenties daarvan waren enorm voor hem. 1. Voor 50 dagen met niemand praten. Zelfs de salam kreeg hij niet terug van de profeet sallam. Hij kreeg bepaalde brieven van andere koningen om uiteindelijk toch daar naartoe te gaan. En hij had dat afgewezen enzovoort. Totdat op de 50ste dag, wanneer de test klaar was, de beproeving. Toen kwam iemand naar Ka'b ibn Malik en hij zei, Abshir, oftewel, er is voor jou een blijde tijding voor vandaag. Ga naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij naar de profeet sallallahu alaihi wasallam ging, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem, Abshir bi khayri yawmin mundu waladatka ummuk. Oftewel, heb blijde tijdingen voor en vreugde voor de beste moment sinds jouw moeder jou heeft gebaard. Oftewel, net alsof je opnieuw bent geboren. Vergeven bent door Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Baqarah, wa'ala al-thalathati alladhina khullifu. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. En hij, Ka'b ibn Malik, heeft de waarheid verteld. Iemand zou denken van ja, hij heeft zichzelf zo verschut gezet, consequenties, alles. Tot de dag van vandaag, als wij het hebben over sidq, als wij een voorbeeld willen aanhalen, halen we Ka'b ibn Malik als een voorbeeld. Ondanks de consequenties die er waren. Hij staat bestempeld in de Koran in een aya. Ja, ayyuha alladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Hij wordt zelfs als voorbeeld aangehaald door Allah Azza wa Jal. Wees als deze sadiqin, deze drie personen, waaronder Ka'b ibn Malik. Dus het kan zo zijn dat je soms, wanneer je de waarheid vertelt, dat het hard is. Dat het jouw pijn kan laten leiden, dat het voor jou een beproeving is. Maar de consequenties daarna zijn enorm beter voor jou. Geduld daarin hebben en toch de waarheid vertellen, is beter voor jou. Want de gevolgen daarna zijn beter voor jou dan op dat moment. En wij denken vaak alleen aan dat moment. En wat daarna? En wat daarna? Daarom zeggen de geleerden ook met betrekking tot geduld, as-sabru murrun madaqatuhu lakin awaqibu ahla min al-asali. Het gaat uiteindelijk om de gevolgen, het gaat niet om dat moment. Het moment kan zwaar zijn, kan dat je de waarheid... Maar uiteindelijk gaat het om de gevolgen daarna. Daarnaast, als het gaat om dhil qurba, de broers, zussen, ooms, tantes, opa, oma, neven en nichten en allerlei mensen die een band hebben met een familieband met je ouders of vanuit de kant van je moeder of vanuit de kant van je vader. Deze vallen allemaal onder de verwanten. En daarna de wees, zei Allah azza wa jalla, wal yatama wa dhil qurba wal yatama wal masakin. En daarna wa qulu lin nasi husna. Ik zal het hebben over de laatste groep, qulu lin nasi husna, en voornamelijk over één groep. En ik kan het niet hebben over allerlei mensen. Je hebt een boek van, voor, ik weet niet of die vertaald is, van Salih al-Munajjid, hafidhullah, kayfa amalahum. Hoe ging de profeet sallallahu alaihi wasallam met hen om? En daarin noemt hij allerlei categorieën mensen, hoe hij sallallahu alaihi wasallam met hen is omgegaan, en noemt daarin de ahadith en hoe de profeet. En nog een beter boek is Zad al-Ma'ad van Ibn Qayyim rahimahullah. Gaan we inshallah naar de laatste categorie van hoe ga je met andere mensen om in het specifiek niet-moslims. En subhanallah, als je kijkt in waarin we leven op de dag van vandaag, we leven in een situatie gedeeltelijk die lijkt op de situatie van de profeet sallam in Mekka. En het profeet sallam, toen hij in Mekka nog leefde, voor ons hij ging migreren naar Medina, leefde hij onder de mushrikin, waar de moslims in kleine aantallen. Vergeleken met de mushrikin. Dus op dat moment was het gedrag enorm belangrijk. En wanneer het gedrag goed was, had het twee effecten. Effect op de persoon zelf, dat hij een persoon is die gekenmerkt wordt door goed gedrag. En het tweede, het effect op de ander niet-moslim. Niet-moslim die uiteindelijk door middel van het gedrag van die persoon uiteindelijk wellicht moslim kan worden. Zo waren ook vele metgezellen waren bekeerd middels het gedrag van de profeet sallam, middels het gedrag van andere metgezellen. Zo was er ook één die naar de profeet sallam ging en hem uiteindelijk wou vermoorden. En toen kwam hij daar bij de profeet sallam en hij zag de sidq in gedrag van de profeet sallam. En daardoor was hij bekeerd. Hij vroeg niet om wat houdt de islam in, wat houdt dat. Nee, alleen door gedrag. En heel veel ook metgezellen die uiteindelijk waren gemigreerd naar andere delen van de wereld. Vele daar waren ook bekeerd enkel en alleen om het gedrag.
En weet ook, beste broeder en zuster, hetgene waar de mensen op de dag naar kijken om je heen, is je gedrag. Denk je dat ze kijken naar je hart kunnen kijken? Dat is mahal nadar van Allah Azza wa Jal. Maar de mensen in het algemeen kijken naar jouw gedrag aan de hand van hoe je praat, hoe je beweegt, hoe je kleedt, hoe je omgaat met situaties, hoe je omgaat met bepaalde zaken die jou overkomen. Zo ook in dit land waarin we leven met niet-moslims. De meeste hier in Nederland zijn niet-moslims. Om je heen, buren, mensen op school, mensen op werk zijn niet-moslims. Dan dien je juist het goede gedrag te tonen. Lianne, als jij het goede gedrag toont, en je krijgt de beloning van Allah Azza wa Jal. En wellicht kan het ook doorgaan naar de ander, waardoor hij uiteindelijk bi'idhnillah kan bekeren. En jij bent op jezelf een ambassadeur van de islam. Als ik Yusuf ben op werk, zij zeggen, dit is de moslim. Die zuster, zij is de moslima. Die kleine broeder, dat is de moslim. Wat jij toont, is voor hun de islam. Ja, dus jij dient het goed gedrag te tonen. En wanneer jij dan met niet-moslims omgaat, kijk je naar degene eigenlijk in eerste instantie die om je heen leeft. Om je heen. Denk aan werk waar je vaak naartoe gaat. Denk aan school waar je vaak naartoe gaat. Het kan zo zijn dat jij vaak één dezelfde bus, dezelfde winkel bezoekt. Vaak met dezelfde mensen omgaat. Vriendenkring hebt, wellicht studenten die ook niet moslim zijn. Collega's die niet moslim zijn. Het kan zo zijn dat jij wellicht bekeerd bent en ook familie hebt die niet moslim is. Hierop is het enorm belangrijk dat je daarop let. Ook voor degene die op school zitten, juffen, meesters. Voor degene die bijvoorbeeld in een niet-islamitische school zitten, in een middelbare of een hoger onderwijs. Jij dient gedrag te tonen als jij daar komt en je spijbelt. Grof gedrag, constant woedend, uitschelden en allerlei zaken. Dit is niet het gedrag van islam. En subhanallah, je ziet bepaalde gedragspatronen van bepaalde moslims hier in dit land, ver van de islam. Kom bijvoorbeeld een moskee, tarawih binnen, je bidt wel tarawih binnen, merk je dat wel iemand een bestuurslid, of nou hier in deze moskee is of ergens anders, klaagt over onze moslims, buren klagen over onze moslims, vernielen die ze verrichten. Dit heeft niks met de islam te maken. En zou die niet-moslim jou bestrijden met het slechte, zou hij jou uitschelden, zou hij jou afsnauwen, zou hij jou over jou liegen, zou hij jou allerlei zaken die hij kan verrichten, die slecht voor jou zijn. Alsnog dien je het goed gedrag te tonen. En je denkt aan de islam. Jij bent een ambassadeur. Jij kan reden zijn dat die persoon uiteindelijk tot de islam betreedt. Als jij het slechte met het slecht gaat bestrijden, dat is geen islam. Kijk, de profeet sallam, die werd uitgescholden. Sallallahu alayhi wasallam. Werden bepaalde zaken hem verricht. Werd geslagen, alles. Heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam hetzelfde teruggedaan? Ja. Op het moment zelfs dat hij sallallahu alaihi wasallam dat kon doen, ze stonden allemaal voor hem, toen zei hij, idhabu fa antum tulaqa. Ga maar, ik heb jullie vergeven. La tathriba alaikum al-yawm. Kijk hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam was in zijn gedrag. Zelfs, je merkt vaak, wij moslims worden heel snel boos. Om bepaalde zaken, neem het op jezelf. Denk aan de islam. In hoe je dient gedrag. Voorbeeld van de profeet sallam is dat, als je subhanallah daaraan denkt, dan denk je subhanallah, kijk hoe de profeet sallam was. Ze vertellen dat de profeet sallam een keer in lands liep, lands Mekka, een berg. En de mensen van Quraysh die zeiden Mohammed. Mohammed betekent een persoon die bepaalde karaktereigenschappen heeft, waarin hamd is, of het goed zijn, goede gedragspatronen heeft. En daarom wordt deze persoon daar Mohammed genoemd. Hij heeft al-akhlaq al-hamida. Toen zeiden ze, hij verdient dat niet. Hij is geen boodschapper. We noemen hem geen Mohammed, we noemen hem Mudhammam. Dus tegenovergesteld van Mohammed, Mudhammam. Mudhammam betekent persoon die een slechte gedragspatroon heeft. In de metgezellen, terwijl ze lopen met de profeet, horen ze Mudhammam, Ja'a Mudhammam, Zahaba Mudhammam. Daar is die Mudhammam. Toen zeiden de metgezellen werden boos. Van, hoe kunnen ze de profeet uitschelden? Hij heet Mohammed en hoe kunnen ze hem uitschelden? Toen zeiden de profeet de volgende woorden. Wallahi, dit is voor ons een leren op de dag waarin we ook hier leven. Soms moet je doen net alsof je niets hoort. En neem je zaken niet op jezelf. De profeet Sazam draagde de hele boodschap van de islam. En jij draagt dat ook op jezelf nu. Hè? Of het nou gaat om jezelf tegenover de mensen. Of tegenover je gezin enzovoort. Ook voor jezelf. Kijk wat de profeet Sazam zei. Hij zei, ze schelden Mudhammam uit. Maar ik heet Mohammed, klaar. Ze schelden Mudhammam uit en ik heet Mohammed. Ze schelden iemand anders uit. Ik heet Mohammed. Subhanallah, kijk hoe de profeet Sazam. Denk je dat de profeet Sazam het niet begreep?
Tuurlijk begreep hij dat. Wat leert de profeet Zalzum? Geeft geen aandacht. En soms wij met bepaalde zaken, we geven het te veel aandacht. En probeer het goede gedrag te tonen ten alle tijden. En vergeet bepaalde zaken. En niet constant daarmee bezig zijn. En probeer als je je recht hier haalt met betrekking tot de islam, dat is ook belangrijk, dat je rechten haalt tegenover degene die onrecht jou heeft gedaan, of het nou niet moslim is of moslim, probeer je recht te halen op de juiste manier. En niet op de slechte manier. Haal je recht maar met het slechte. Nee, je haalt het met het goede. Op de juiste weg, op de juiste manier. En bepaalde, ik sluit af inshallah hiermee met betrekking tot gedrag. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons het goede gedrag geven. Amin ya rabbil alamin. Iets wat je vaak ook terugziet is bijvoorbeeld bepaalde scholen, bijvoorbeeld pestgedrag. Dat behoort ook niet tot het gedrag van geloof. Moslims die niet moslims pesten, moslims die moslims pesten. Dat behoort niet tot het gedrag van de moslims. Bepaalde moslims in hun huizen die schreeuwen enzovoort, waardoor de buur last daarvan heeft. En er zijn tal van ahadith waarin de profeet Sassam aangeeft dat dit niet het gedrag is van moslims. Want een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat men bijvoorbeeld aan het reizen is in OV. Je merkt vaak bij moslims wanneer ze in de bus zitten. Ik neem soms ook de bus of de trein. Dan merk je, degene die het meest gehoorig zijn, niet netjes zijn, zijn de moslims. En dat hoort niet. Openbare plekken, bijvoorbeeld in de buurt van supermarkten, in de buurt van de meesten die voor een winkel zitten en daar blijven zitten en met elkaar praten. En wellicht de mensen hun weg niet hun recht geven, zijn de moslims. En dat hoort niet. Je dient ieder zijn recht te geven en je dient het juiste, met het juiste te handelen. Daarnaast wat belangrijk is met betrekking tot al-ghuluq, is dat jij weet dat jij als moslim zijnde zwak bent. In al-ghuluq, al-akhlaq, dat is iets wat je van Allah azza wa jal verkrijgt. Er zijn twee smeekbeden die de profeet sallam veelvuldig verrichten met betrekking tot al-akhlaq. Een van de ad'iyah is dat hij sallallahu alayhi wa sallam het volgende zei: Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq. Oftewel, Allah azza wa jal leidt mij naar het goede gedrag. La yahdi li ahsaniha illa ant. Er leidt mij niemand daar naartoe behalve u Allah azza wa jal. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Oftewel, en laat datgene wat slecht is aan het slecht gedrag ver van mij blijven. Er is niemand die mij ver van kan houden behalve u Allah azza wa jal. Dit is een van de ad'iyah van de profeet. Een andere dua van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat hij zei: Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oftewel, Allah azza wa jal, zoals u Allah subhanahu wa ta'ala mij hebt geschapen op de beste wijze en ik er goed uitzie, laat mijn gedrag dan ook goed uitzien. Hassin khuluqi. En betrekking tot gedrag. We hebben goed gedrag, slecht gedrag. Er zijn bepaalde adviezen die de geleerden geven om uiteindelijk goed gedrag te kunnen hebben. Een van de adviezen die ze geven is: wanneer jij slecht goed gedrag wil hebben, kijk naar de gevolgen van goed gedrag. Als jij een persoon bent die de waarheid vertelt, wanneer jij de waarheid vertelt, word je bestempeld onder de mensen als een persoon die de waarheid vertelt. Wanneer jij constant de waarheid vertelt onder de mensen, omwille van Allah azza wa jal, word je ook bestempeld bij Allah subhanahu wa ta'ala als een persoon die de waarheid vertelt. Dus kijk naar de gevolgen daarvan. Kijk ook naar de gevolgen van slecht gedrag. Als jij liegt, word je bestempeld onder de mensen als persoon die liegt. Word je onder de mensen bestempeld als een persoon die slaat, woedend wordt, roddelt enzovoort. Een van de andere zaken die helpt bij het verkrijgen van goed gedrag is het lezen van siyar van salihin. Het lezen van biografie van de vrome voorgangers. Want wij kijken heel vaak op de dag van vandaag op YouTube naar allerlei vloggers, allerlei mensen die helemaal enkel en alleen slecht gedrag vertonen. Niets te maken heeft met islam. Zij zijn onze voorbeeld niet. Onze voorbeeld is de profeet sallam in de salihin zelf salih. Kijk naar hun verhalen van Luqman. Kijk naar de verhalen van de sahaba. Ka'b ibn Malik en ga zo maar door. Een andere zaak wat jou helpt met het krijgen van goede karaktereigenschappen is het hebben van geduld. En jezelf daarop te trainen. En probeer ook jezelf te trainen op het tijd nemen voor het verrichten van bepaalde zaken. Te'enni, zoals die ene metgezel, dat je zaken rustig probeert te verrichten, uitmuntend probeert te verrichten. Alleen hetgene wat je uitmuntend verricht, daarin zit meer beloning dan hetgene wat je verwaarloosd en uit elkaar verricht, zonder dat je in haastig verricht. En dat behoort niet tot de symptomen van de gelovigen. En je dient ten alle tijden te strijden met je gedrag.
Je blijft strijden, strijden totdat je Allah Azza wa Jal treft. En zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Degene die strijden op het pad van Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala zal hun doelen laten bereiken. Daarnaast probeer je te omringen met mensen die goed gedrag hebben. مُصَاحَبَةِ الصَّالِحِينَ أي أَصْحَابِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ. Ga niet met mensen om die slecht gedrag hebben, die liegen, die roddelen, die anderen. Voor je het weet, doe je het zelf ook. Ja? Een andere advies is probeer jezelf, je nefs, constant te trainen op goed gedrag. En in haar, je nefs, je lichaam, te strijden daartegen, zodat uiteindelijk die nefs, en allerlei zaken van slecht gedrag die wij tonen, die tonen wij omdat er een bepaalde iets komt in ons nefs, een strijd. Ik moet boos worden, ik moet roddelen. Ik moet jaloezie hebben. En wanneer je er tegen strijdt en inhoudt, dan kan dat een reden zijn waardoor je uiteindelijk juist het goede gedrag toont en niet het slechte. Mocht Allah Azza wa Jal ons leiden naar het goede gedrag. Allahumma hadina li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Allahumma sarif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Salla subhanahu wa ta'ala an yaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilayhi wa ila jannatin na'im. Zal Allah subhanahu wa ta'ala dat hij het van ons accepteert. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten en qiyam accepteren. Amin, amin, ya rabbil alamin. Dat was de lezing. Vergeef me als het een beetje lang heeft geduurd. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.